De kracht van Palux is dat ze in het hele verhaal meedenken, ook qua routing. En wat wil je nou precies en hoe zie je dat precies? En dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen in het totale concept om zo'n keuken te ontwerpen. En daar heeft Palux de ervaring in en de mogelijkheden in. En ze hebben dan ook nog eens een keer de mogelijkheid dat je een keuze kan maken in het apparatuur van wil je naar een heel duur segment of wil je naar een betaalbaar segment. Ik denk dat dat ook heel erg de kracht is van Palux op dit moment. Ik weet eigenlijk niet wat de ideale keuken is, maar voor mij werkt deze keuken perfect. Niet alleen het sfeertje wat er heerst, maar ook de ambiance. Maar routing en dat soort dingen en je ding kunnen doen, dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Wat het prettig is om in deze keuken te werken, ja, dat is hoofdzakelijk toch ook de ruimte die we hebben. En de afzetmogelijkheden. Ja, en dat heeft natuurlijk ook met het apparatuur te maken natuurlijk, waarmee je werkt natuurlijk. Ja, doordat je ook meer afzetmogelijkheden hebt en meer mogelijkheden met moderne apparatuur, kan je ook verder doorontwikkelen. Dat zie je niet zozeer op het bord wat die ontwikkelingen zijn, maar je kan daarentegen kan je wel meer dingen doen, zeg maar. Het wordt je makkelijker gemaakt, waardoor je meer ruimte krijgt en meer tijd om ook weer andere dingen te doen. In eerste instantie was ik met een andere keukenleverancier was ik best wel aardig op weg. En Palux die kwam eigenlijk op het allerlaatste moment binnen. Om toch eens te informeren hoe ver ik was. En we zijn eigenlijk in gesprek gekomen. En Palux die heeft het eigenlijk ook niet meer losgelaten. Na zo'n verbouwing en als je eenmaal gaat draaien, dan kom je eigenlijk altijd veel kinderziektes tegen. En ik moet zeggen dat wij die eigenlijk nagelang bijna niet tegen zijn gekomen. In het hele project ben ik wel zelf heel aandrukkelijk aan bezig geweest. Ook met de keuken samen met Palux, maar ook in het restaurant samen met Jeroen Smelen, met de architect. En ik mag wel zeggen dat ik eigenlijk van bepaalde dingen geen spijt had. Hè? Ja, vaak heb je toch wel van, misschien had ik dat toch even anders moeten doen. Maar zoals het nu werkt, zoals we de couverts kunnen draaien, zoals we het niveau weer gewoon heel makkelijk op kunnen hebben pakken, dat verwachtingspatroon, dat hebben we eigenlijk toch wel waargemaakt.